Hey, speelkaddies, hoe is het? Ja, Bij mij ontzettend goed, want we mogen weer, yes, naar de doe-het-zelf-zaak. En jullie weten dat misschien niet, maar ik wel. Dat is de grootste speelgoedwinkel ter wereld, jawel. Wacht even, bijvoorbeeld, kijk. Je gaat naar de doe-het-zelf-zaak en je hebt daar bijvoorbeeld deze tang. Ja, dat is een heel goede kraan om bouwwerken mee te maken. Ja, bijvoorbeeld zo. Kijk, en dan pak je blokken. En dan moet je zo. En dan pas op, he, want de tweede. En dan moet je die dan perfect zo. Wow, ja, ik weet niet hoe coole kraan dat is. En wat je daar ook hebt, zijn bijvoorbeeld zo van die dingen hier. Ja. Die zijn toch, ik weet niet hoe cool. Daar kan je van alles. Zo, hé, misschien een huis. Kijk, voilà, een huis. Een eigen kot. Hé. Of, hier. Paperclips, ja. Daar kun je zo kettingen mee maken. Ja, hé, die schuif je zo over elkaar. En dan heb je een ketting. Zo, hé. Of misschien niet alleen een ketting, maar ook een wc-papierhouder, voor rond uw nek. Voilà. Dan weet je zeker dat je het altijd en overal bij hebt. Cool, hè? Wat ze daar ook hebben, en wat ik weet niet hoe cool is, is dat hier. Zo, kijk. Zo. En je kunt daar perfect een coronavirus-versla-ding mee maken en alweer. Want kijk, als we hier nu coronavirus, voilà. En die moeten dan verslaan worden. Dan pak dan een pingpongbal en dan goed mee. En dan doen we zo. En dan zo. Hoppa! Dood! Je kunt dat ook doen met knikkers. Die. Of je kan dat ook zo heel lang maken. Even zo weten. Dan gaat hij. Ja! Ja! Hoe cool is dat? Zeg, Cadiz. Als jullie zo naar de grootste speelgoedwinkel zijn geweest, of misschien zo wel in uw papa's kot of uw mama's kot, vinden misschien die dingen ook wel. He. Maak daar dan een keer een foto van of een filmpje en stuur ons dan een keer door. Dan kunnen wij zien waarmee dat jij aan het spelen bent. Zeg, Cadiz, veel plezier en tot morgen. He.